mensen, we beginnen gauw met Romano. Die was ergens in een park bij een BBA-bus, weet ik veel. Maar hij noemde de school op wielen. Elektriek of weet ik veel. Maar fijn, kijk maar even. Vet jongen hier in het Leipark. Met een elektruc. Dus dat heb ik een beetje de meeste scoren die deze allemaal doen. Zijn gek jongen. Gek man. Dan sta ik dan hier. Bij Bas en Roel. Initiatiefnemers, bouwers. Ja, we... Ontwerpers. Ja, gewoon een beetje doen, hè? Gewoon een beetje doen, ja. Het is... Niet te lang nadenken, gewoon doen. I tell you. You told me so and on we go till one. Wat kan het ding allemaal? Oh, wat ding kan? Hoe hard gaat die? Hij gaat 100. Harder als mijn eigen bus. 110 volgens mij. Oh, dat is ook nogal wel zo'n ding, hè? Ja, dat bedoel ik. Ik heb mezelf een iets jonger, maar daar red ik niet. En er zitten 9 geluidswerkplaatsen in. Voor 8 voor anderen en 1 voor onszelf. En daar kunnen we workshops mee aanbieden. En muzieklessen geven in het maken van house en hip-hop. En jumpstijl moeten we nog leren. Maar dat is niet echt... Maar, niet helemaal jullie ding eigenlijk? Nee, daar zijn we nog een beetje naar aan het zoeken. Oké, maar dat is ook wel mogelijk, gewoon jumpstijl en alles. Het hoeft ons ding niet te zijn. Hè? Kijk, als mensen jazz willen maken, dan kan dat ook. Het is alleen zo, we hebben nou vandaag de opening. En heel veel dingen moeten we nou nog gaan ontwikkelen. De bus die hebben we zover af dat die gebouwd is, zeg maar. Maar nu is het een kwestie van ook programma's ontwikkelen. Hè? Dus als het goed is, kunnen we straks dingetjes opnemen. Dus mensen kunnen langskomen met een gitaartje of met whatever. Dan kunnen ze gewoon opnemen in de computer. Dan kunnen ze een beetje mee effecten gaan rommelen en zo. En we willen eigenlijk laten zien aan kinderen en aan, ja, vooral aan jongeren, dat ze thuis eigenlijk gewoon een instrument hebben staan. Maar inmiddels, hij ziet er helemaal roestig uit, maar dat is eigenlijk een beetje het idee. We hebben hem eigenlijk helemaal vernieuwd. We hebben hem helemaal aan elkaar gehad. Als je de foto's hier een beetje gekeken hebt, dan zie je het ook. Hij is echt helemaal aan elkaar geweest, helemaal opnieuw in elkaar gelast. En ja, dit is allemaal nieuw staal. En daar gaan we nou helemaal van de buitenkant laten verroesten, zodat we straks een verroeste bak hebben. En aan de binnenkant, ja, je hebt het gezien, ziet er gewoon strak uit. Dus die tegenstelling van oude en verroeste en daarnaast gewoon iets, ja, strak bijna. Moderne computers erin en zo. Het is gewoon bijna chirurgisch strakke binnenkant, zeg maar. Vet man. Maar jullie bedoeling is dat jullie workshops geven, naar scholen gaan, jongerencentra. Maar we willen ook naar festivals gaan. We staan bijvoorbeeld op Festival Mundial hier. En we willen heel graag ook festivals en dat soort dingen doen. Dan heb je een soort van open inloop idee. Dus dan kunnen mensen gewoon binnenkomen op een festival. Nou, wat is dit? En dan kunnen ze gewoon gaan zitten. En dan kunnen ze een beetje experimenteren, een beetje kijken. Maar ook, ja, wat je al zegt, instellingen, gevangenissen desnoods. Wij staan overal voor open. Als mensen ideeën hebben, dan kunnen ze onze website checken. Wat is de website? Ja, www.elektruc.nl. Er zitten ook heel wat trucjes in het ding. Ook daar, maar het is natuurlijk een truc. Het is uiteindelijk gewoon een dikke truc. Bas, Roel, hij is weer even terug van weg geweest. Ik vind het een vet project. En ja, tof de mensen zijn die gewoon zo'n initiatief hebben en die dat gewoon waar maken. Ja, ja, ja.